Ik weet het niet meer. Ja, hoe heb je lockdown ervaren? Ja, ik vond het een heftige periode. Op 10 maart kwam mijn vrouw thuis met corona. En toen hebben we moeten besluiten dat ik op zolder ging leven. En dat hebben we bijna 3 maanden gedaan. En dat was best wel heftig. En dat heeft ermee te maken dat ik zogenaamd een kwetsbare gehandicapt ben. Niet op mijn handicap, maar omdat ik een slechte longinhoud heb. En dat doet wel wat met je. Hoe heb je dat overleefd? Nou, het belangrijkste was dat ik samen met Marie Sanders, die is regisseur en filmmaker, en ik eigenlijk ook, we zijn met een dagelijkse vlog begonnen, Droogs en Sanders. En dat deden we dan 10 minuten. En twee of 3 minuten van tevoren spraken we welk thema. We hebben ze ook gasten gehad. En dat moest ook ondertiteld worden natuurlijk, voor jou onder andere. Speciaal voor jou eigenlijk. En dat deed dan Jeske weer, mijn dochter. En we hadden heel verschillende thema's. En omdat we het niet echt voorbereid hadden, was ook heel spontaan en ik heb daar ook wel dingen gezegd, ook privé, die ik normaal niet verteld zou hebben, maar dat is natuurlijk coronatijdperk, dan ga je gewoon los. Ik wil die vlog natuurlijk allemaal nog kunnen zien. Is dat mogelijk? Heb je een gouden tip voor me? Waar vind ik ze? Zeker, zeker. Als jij op www.troostoverleven.nl zoekt, dan kom je er. Maar als je Troost en Sanders intypt op Google, dan kom je ook via YouTube kom je erop. Dat is heel eenvoudig. Van welke organisatie heb je een ondersteuning gekregen of gehad? En welke organisatie verdient Kerus dit dan? De organisatie, het zal ik heel helder over zijn, dat is iedereen. En wel Ilja Soffer. Want wij kregen natuurlijk heel veel vragen binnen bij Facebook. En zij heeft echt ongelooflijk haar best moeten doen om handicap sowieso op de agenda te krijgen bij dit kabinet. En dat is echt een prestatie van grote waarde. En ze is ook vaak gelukkig ook te gast bij ons geweest. Om iedere keer weer aan ons achterban uit te leggen hoe het zat. Dus die taart die gaat naar Utrecht. Ja joh, en nou ben jij aan de beurt. Voor Tuurlijk. De kers op de taart. Sorry voor jou, ik zijn er 2 geworden. Oeh, je hebt een tweeling. Maar dat vind je vast niet erg. Nee, zeker niet. Hij is misschien